a little bit tipsy, baby. Yeah, I just know, baby, I just know. And I know. Welkom bij deze nieuwe video en bij deze nieuwe week. Het is vandaag maandag 4 maart in mijn hoofd. Is dat zo? Ja, maandag 4 maart. En ik neem jou deze week mee in hoe ik mijn nieuwe routine ga opbouwen. En ik ga daarbij ook wat meer bewust stilstaan bij hoe kleine keuzes in mijn dag grote impact maken. Ik heb me dat de laatste tijd zo gerealiseerd. Vooral door dit boek wat ik bijna uit heb. Ik heb het nog niet eens uit, maar het is nu al zo'n eye-opener soort van. Het gaat er zeg maar over hoe kleine gewoontes jouw dag en uiteindelijk dus ook je leven beïnvloeden. Ondanks je goals. Dus het maakt niet uit welke goals je hebt. Je kan elke dag gewoon dingen voor jezelf doen. Om elke dag 1% beter te worden. De afgelopen 2 weken ben ik op reis geweest. Ik was eerst met de trein door Groot-Brittannië aan het reizen. En vorige week was ik op wintersport. Dus vandaag is weer eventjes zo'n dag van oké, weer in mijn routine komen. Maar het geeft me ook weer de kans om een beetje te kijken van welke gewoontes had ik eerst. En welke gewoontes, wat werkt wel en wat werkt niet voor mij om weer iets nieuws op te bouwen, zeg maar. Vooral ook omdat ik nu dat boek heb gelezen. Het is gewoon echt perfecte timing. Dus ik ga jou meenemen in hoe ik dat allemaal weer ga oppakken. Ja, de laatste paar weken was ik heel erg van oké, ik sta op en ik kijk per dag wat ik ga doen. Ik had dat een beetje geromantiseerd van nou ja, weet je, ik heb toch niks waar ik aan vast zit. Dus ik kijk op de dag zelf wel hoe en wat. Maar de laatste denk ik van er zit eigenlijk zoveel kracht in een goede routine. Kleine gewoontes zorgen er weer voor dat je iets groters kan opbouwen. Dus in die zin is mijn routine eigenlijk toch wel heel erg krachtig. Heb ik me gerealiseerd. En daarom wil ik dat ook weer echt heel erg gaan oppakken. Dus ja, nieuwe maand, nieuwe start en een nieuwe week. En ik ga jou daar lekker in meenemen. Het is momenteel 9:50. Ik heb om 10:00 meeting die ik nog een beetje ga voorbereiden nu. Een beetje last minute, maar ja, dat gaan we doen. Ik hoop dat je zin hebt in deze video en dat je er ook wat aan hebt natuurlijk. En ja, mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, ik zou het heel erg waarderen. Vooral omdat ik niet meer echt elke week op een bepaald tijdstip plaats, is het wel chill als je op de hoogte wil blijven om te zien wanneer er een video online komt. Alvast bedankt daarvoor en laten we lekker gaan beginnen met deze video. We weten alweer wat voor tijd het is. Eerste aardbeien van 2024. It's easy loving you. Het is inmiddels alweer 4:30. Ik heb lekker buiten gewerkt heel de dag. Het is namelijk echt zo mooi weer. Echt, ik word er helemaal blij van. Gewoon het feit dat het alweer bijna lente is. Over routines gesproken. Ik heb dus gisteren een hele goede journal sessie gedaan. Het kwam eigenlijk heel spontaan in me op om een beetje op te schrijven wat nodig was om op dat moment op te schrijven. Ik heb de gewoontes die ik uitvoer in mijn ochtendroutine en in mijn avondroutine opgeschreven, maar in 2 scenario's. Het eerste scenario is dan mijn ochtendroutine op de beste manier hoe die kan gaan. Dus ik sta op, ik ga meditatie doen, ik ga lekker naar buiten. Dus zeg maar, als ik een goede dag heb, hoe ziet dan mijn ochtendroutine eruit? En als ik de gewoontes doe, waar ik me het beste door voel. En daaronder heb ik een ochtendroutine opgeschreven van een iets minder goede dag. En ja, vanochtend ben ik dus begonnen met het uitvoeren van mijn ideale ochtendroutine. Die ik eigenlijk gewoon lekker elke dag wil gaan doen, want ik voel me er zo goed door. Ja, ik weet niet, ik start gewoon echt enorm energiek mijn dag. En dat is gewoon echt een verschil met als ik niet let op wat ik doe. En als ik gewoon opsta en ik denk van nou, ik zie het wel. Ja, gewoon dingen doen waar ik me goed door voel. En dat ook consistent volhouden. En al is het niet erg als ik een dagje oversla of iets. Want ik ben niet perfect, mijn gewoontes hoeven niet perfect te zijn. Totaal niet. Ik vind het juist een beetje leuk om te experimenteren op wat wel en niet werkt. Maar ik denk dat het überhaupt aanhouden van een routine op dit moment in mijn leven echt heel erg kan helpen. Dus dat over routines. Ik weet wel dat ik op de middelbare school veel meer bezig was met routines en gewoontes. Een groot deel van mijn dag was al gepland. Dus ik vond het zeg maar fijn om daaromheen mijn eigen structuur te bepalen. Maar nu zit ik in een ritme waarin ik alles zelf indeel. Ik heb flexibel werk. Dus dan is het heel makkelijk om te zeggen van nou, ik sta morgen op en ik kijk wel.
Maar nu denk je ineens van, oh ja, er zit heel veel kracht in die kleine keuzes, kleine routines en kleine gewoontes. Elke dag een paar kleine dingen voor jezelf doen waardoor je beter voelt, hebben groot resultaat. Dat geloof ik echt zo erg. Dus ja, ik ga nu nog even op mijn kamer werken en dan ga ik daarna nog een rondje lopen met sunset. Want de zon gaat alweer een heel stuk later onder. Echt super fijn. Ik word er echt helemaal blij van dat het weer een beetje lente gaat worden. I love it. Dus ja, ik neem je nog mee de rest van de dag en de rest van de week. Zo schattig, heel de ochtend bij alles wat ik doe, komt hij achter me aan en wil hij aandacht. Ja, hè? Woensdag 6 maart alweer. En dit is de derde dag van mijn nieuwe routine. Het is momenteel 9:30 en over 2 uurtjes ongeveer ga ik naar Amsterdam rijden. Het is voor mij ongeveer 1 uur en 1/4 of 1,5 uur rijden, zoiets. Het ligt een beetje aan hoeveel file er is. Maar dan heb ik dus een afspraak bij op kantoor voor House of Waves. En daarna ga ik samen met Isa lunchen. Super gezellig. Amsterdam is best wel ver weg voor mij, dus dan kan je net zo goed die 2 dingen combineren als je er toch bent. Dus hartstikke leuk dat we elkaar weer eventjes gaan zien en dan is het mooi gecombineerd op die manier. Wat word ik daar blij van, dat het gewoon veel mooier weer wordt nu. Nu de lente er weer aankomt, echt perfectie. Je kan alweer raden wat mijn plan is. Let's go naar Amsterdam. We zijn weer ietsjes te laat. Nou ja, als ik geen file heb, dan kom ik op tijd. We hopen gewoon even op geen file. Ik ga ondertussen denk ik even een podcast luisteren. Het is precies 1 uur, dus gered. Sunset's a medicine. Ik zit weer in de auto. De meeting is net voorbij. Het was een hele volle meeting. We hebben echt heel veel in 1 keer besproken, maar wel waardevol. Dus dat is fijn. Ik ga nu gelijk door naar Isa. Dat is hier ongeveer 1/4 vandaan. Dus dat is niet zo ver rijden. En dan gaan we gezellig lunchen bij haar in de buurt. Dus laten we daar naartoe gaan. Nou, enjoy het enige beeld dat ik daar heb gefilmd. Ik heb namelijk helemaal niks meer gefilmd verder. Ik was het gewoon echt helemaal vergeten. Dat heb ik vaak als ik met mensen ben. Dan denk ik er gewoon niet echt aan om een camera erbij te pakken. Maar het was in ieder geval wel heel erg gezellig. En hier zie je nog wat beelden van die avond. Het was zo mooi, sowieso deze dagen. Dus dat zie je hier in beeld. En ik vind het ook echt heel fijn om dit onderdeel van mijn routine te maken. Om gewoon in de ochtend en in de avond lekker naar buiten te gaan. We gaan hardlopen. 6:13 komt de zon op, dus we gaan zo hardlopen en dan ben ik benieuwd of er een mooie zonsopkomst is. Ik hoop het wel. Out of my mind, flying much too high, trying to figure out why, what
Het is vandaag donderdag 7 maart. En de komende 2 dagen ga ik echt in volledige focusmodus. Ik ga me eventjes afzonderen van alles en iedereen. Klinkt heel overdreven, maar ik ga gewoon echt even in de focusmodus. Want ik ga de laatste puntjes op de i zetten voor de nieuwe collectie van House of Waves. En ja, ik heb daar gewoon even alle concentratie en alle inspiratie voor nodig die ik heb. Dus vanochtend heb ik weer lekker een ochtendroutine gedaan. Ik heb hard gelopen met zonsopkomst. Het was zo mooi. Misschien zag je het net al. Ik ging hardlopen en het was bewolkt. Dus ik dacht, nou, ik zal vast niet de zonsopkomst zien. En toen ineens kwam zo de zon. Echt op een hele mooie oranje zon. Ja, oké. Meestal met zonsopkomst. Maar ik kan het niet eens in woorden uitleggen hoe mooi het was. Maar het heeft echt mijn ochtend gemaakt. Het heeft me heel veel energie gegeven. En die energie kan ik echt even gebruiken voor vandaag en morgen. Want we gaan even volledig aan de nieuwe collectie werken. En ik heb er helemaal zin in. Het wordt echt super leuk. Ik vind het nog wel fijn om het even voor mezelf te houden wat het precies gaat worden. Maar ik denk vooral voor degenen die mij al heel lang volgen, dat je misschien al een beetje weet wat het gaat worden. Maar ik denk dat veel van jullie het heel erg leuk gaan vinden. En ik zelf in ieder geval ook heel erg. Dus ja, de laatste puntjes op de i. Eigenlijk is alles al uitgewerkt. Het zijn echt de laatste dingen die deze 2 dagen gewoon eventjes helemaal goed wil doen, zodat ik tevreden ben. Ja, daar ga ik vandaag aan werken. Volle concentratiemodus gaat aan. En laten we gaan beginnen. Time keeps slipping us by. Volgens mij 10 uur of zo, 's avonds. Ik besloot net even dat ik er echt mee moest stoppen voor vandaag. Want ik ben echt wel heel de dag achter elkaar door aan het gaan. En ik zie gewoon niks anders meer dan een beeldscherm. Ik ben wel even nog gaan wandelen tussendoor, dus dat was wel fijn. Ja, het is nu echt bijna af. Dus ik ga morgenochtend nog wat kleine dingetjes doen. Het is inmiddels 4:15 en het is eindelijk af. Ik heb weer heel de dag door aan 1 stuk zitten werken. Uiteindelijk ben je altijd langer bezig dan je denkt. Maar het is af. Het is gewoon af. En ik kan het niet geloven, maar heel erg leuk. Echt, jullie krijgen binnenkort meer informatie over wat het gaat worden. Dat beloof ik echt, maar het wordt echt geweldig. Ik ben echt helemaal soort van, gewoon omdat ik nergens anders mee bezig ben geweest de afgelopen 2 dagen. Maar ik ga nu even koffie maken, want ik heb het echt even nodig. En dan ga ik nog wat werken wat ik de afgelopen 2 dagen niet echt heb kunnen doen. Ik heb niet heel lang meer om dat te doen. Maar goed, we gaan kijken hoe ver we komen. De reden dat ik een beetje haast heb is omdat ik vandaag ook een 21 dinner heb. Ja, superleuke 21 dinner van Cindy, een van mijn beste vriendinnen. Natuurlijk ken je haar naam vast wel. Als je al langer video's kijkt, want Cindy en ik kennen elkaar echt al heel erg lang. Maar het is echt heel erg leuk, want we hebben dus een fotoalbum voor haar gemaakt. En hij is zo leuk geworden. Hij is ook echt gisteren binnengekomen, dus echt nog een beetje last minute. Maar het is wel echt heel erg leuk geworden, dus ik ben heel benieuwd wat ze ervan gaat vinden. Het begint om 7 uur en het is nu 5:50. Dus ik ga echt proberen in deze 40 minuten nog zoveel mogelijk werk te doen. Planning skills niet on point, maar ik heb me wel even goed kunnen focussen deze 2 dagen. Dus dat is fijn. Misschien dat ik wel wat film van vanavond. Dat lijkt me best leuk, want dat doe ik eigenlijk niet zo vaak als ik met mijn vriendinnen ben. Ga ik doen, maar eerst nog eventjes wat werk doen. Oké, ik heb nog 8 minuten om er te zijn. Dit is mijn outfit. Ik heb lekker een bloementopje aangedaan, want het thema is pastelkleuren en bloemenachtig lente vibe. Echt superleuk. Cindy was super blij met het fotoalbum, dus dat was echt top. En we hadden ook nog met z'n allen een ABC'tje gemaakt voor haar, dus dat was echt heel grappig. En het was echt een hele gezellige avond met heel lekker eten. En ik heb nog iets leuks voor jullie, want ik ben namelijk naar een concert van Augustine geweest. En Augustine is de zanger van mijn outro nummer. Echt een geweldig vrolijk nummer, ik hou ervan. Dus we sluiten deze video af met de live versie van het nummer. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video en enjoy the show. Doei doei!